Wij hebben een pop-up podium, omdat we op verschillende plekken in Almelo concertjes organiseren. Dus niet op één, we zijn nu hier bij het Stadslab, maar gaan het ook op andere plekken doen. Marcel, kan jij iets zeggen waar al die andere plekken zijn dan? Nou ja, we zijn dus hier bij het Stadslab begonnen. Binnenkort hebben we ook een optreden bij de Little Church. Maar we hebben hier een warm welkom gevonden, dankzij Jeroen Bos. Maar we staan altijd open voor andere plekken. Dus het is echt nog zoekende. Dit is vandaag ons tweede optreden wat we organiseren met Erwin Nijhoff. Dus we zijn zoekende. We zitten nog helemaal in de opstartfase. Han, kan jij nog zeggen waarom jullie eigenlijk kiezen voor verschillende podia? Nou, we zijn ervoor opgericht om een podium te zoeken bij een artiest. Dus we willen graag gebruik maken van artiesten of optredens of performances die wij mooi vinden. En daar zoeken we het juiste podium bij. Dus we kunnen straks ook nog gaan uitwijken naar cafés of tuinen bij privé, bij mensen, wat dan ook. Dus we kijken heel breed wat dat betreft. Juist, jullie kijken dus andersom. Meestal heb je een artiest en dan moet je daar naartoe. Maar jullie doen het andersom. En daar hebben jullie heel bewust voor gekozen. Ja, het is natuurlijk heel erg lastig om, als je een kleine organisatie bent en je organiseert maar af en toe een optreden, om dan echt een eigen plek te hebben. Dus dat lukt eigenlijk niet. Dus we kijken gewoon, nou hier passen heel erg leuk de akoestische dingetjes. En we hebben binnenkort een band. En nou, dan in de Little Church aan de Marktstraat. Daar past echt wat meer lawaai, om het zo te zeggen. En ja, dat hoort in deze omgeving weer wat minder. Dus zo kijken we echt. En het voordeel is dat je dan niet een eigen plek moet gaan beheren, maar dat je het aanbiedt waar het kan. Ik sta hier bij Erwin Nijhoff en die gaat hier vanmiddag optreden. Wat kunnen de mensen hier vanmiddag verwachten van je? Een beetje een overzicht van allerlei dingen die ik gedaan heb in mijn carrière. In de jaren 90 had ik een band, Prodigal Sons. Stonden we mee op Pinkpop, gingen we mee in Amerika. Nou, mooie voorprogramma's gedaan van Pearl Jam en weet ik veel wat allemaal. Dus dat was eigenlijk het eerste succesje. Daar doe ik ook een paar nummers van uit die periode. En daarnaast veel nummers van persoonlijke helden. Zoals Elvis, Beatles, Stones, Bob Dylan, Bruce Springsteen. Rustige ballads, maar ook wel wat ruigere rock'n'roll. Dus dat is een beetje wat ik doe. En alles gaat akoestisch, heb ik begrepen? Ja, solo akoestisch, gitaar en zang. En dat is een mondharmonica. Meer kan ik er niet van maken. Vanmiddag is het een mix van alles. Ook John Fogerty die zit erbij. Hè, onze Toon natuurlijk, het Almelo van de Stam, die het geweldig doet met Fortunate Sons. Dus. Ja, want als je zoveel namen noemt, moet je ook heel veel teksten kennen. Hoe doe je dat allemaal? Ja, ik weet ook niet hoe ik het doe, want ik was niet zo'n leerwonder. Ik raak me altijd verveeld en ik droom me altijd weg in de schoolbank. Maar ik denk dat het ook te maken met, het interesseert mij. Teksten interesseren me, ik hou van muziek. En dat je dan misschien het wat makkelijker opslaat. Ik moet er wel voor werken hoor. Het is niet dat ik dat ik het één keer overlees en ik heb zo'n tekst erin zitten. Maar, dus ik moet er echt wel voor werken. Maar in de loop van de jaren zijn er aardig wat blijven hangen in die grijze hersenpan. Take me back.